De firma van Dijkhuizen organiseerde afgelopen weekend een feest waar Tiel nog lang over zal praten. Ruim 1000 genodigden konden genieten van entertainment en culinaire hoogstandjes. Zo was er onder andere een optreden van Tineke Schouten en Hans Klok. Ook de oogappeltjes van Henk van Dijkhuizen, de spelers van TSC, kwamen nog langs. Zij spelen voor lijfsbehoud in de tweede divisie. Woensdag 6 juni wordt er gespeeld in Scheveningen en zaterdag 9 juni ontvangt TSC SV Scheveningen op Sportpark de Lok. Mocht TSC deze beide wedstrijden omzetten in een positief resultaat, dan speelt TSC ook volgend seizoen weer in de tweede divisie. Van Dijkhuizen had nog een speciale boodschap. Ik ben trots op TSC. Het is een arbeidsclubje. Maar een arbeidsclubje blijven daarin bestaan. Wij zullen niet naar de rijke tak gaan, want daar zijn we zelf ook niet. Wij willen in Tiel de enige combinatie houden zoals die is. Ja, en we zijn trots op deze jongens. En die moeten het volgende week maken. En als ze het volgende week maken, gaan wij de rest doen.